Pretty Woman. Als eerste staat daar aan het startdek voor de Boskoosse zijt. Hallo, Diana Klaver! Ja, natuurlijk, dat mag geapplaudiseerd worden. Doet u maar lekker mee. Voor Zoetermeer 77 staat daar Mrs. Debbie van Groningen. Voor Lichtenvoorde, Anne Mokink. Voor fietskoersvereniging Raalte, Femke Matschak. En dan, dames en heren, ik heb het al besproken. Ze zat eerst in Heilo, maar tegenwoordig in Valkenswaard. Voor Lyon-Noord, Sharon van der Kolk. Voor de Flying Devils uit Maarden staat hier op het starthek Anne-Marijne Melman. Voor de Missing Crossers, Tessa Geerling. En dan, last but not least, het wordt een lange dag, Theo. Ik zie je al een beetje vermoeid kijken. Maar voor Project BMX staat daar Tamar Venner! Dankjewel, Hans Seesing loopt er ook langs. Verdient ook wel een applausje, want heeft de tijdwaarneming weer helemaal top voor elkaar vandaag, hoor. Goed succes, dames. Ja, we zijn vertrokken met de cruisercategorie, dames en heren. En een supersterre starter aan de binnenkant. In het midden voor Tessa Geerling. Verder Project BMX op de 2. Verder daar aan de 2 spot. We gaan kijken naar Melman, waar zit zij? Op 1, 2, 3, 4. Waar zit dan Van Groningen in het achterveld? De baandame van Zoetermeer. Sharon van der Kolk, waar zit ze? Is daar nog een plekje tussenin? Vooraan is het nog steeds de Tessa Geerling. De dame staat eerst in het klassement, maar ze heeft verder op de hielen. Verder Project BMX daar op de 2 plek. Gaat er van buiten naar binnen. Wil er naar voren schuiven. We kijken naar Femke Martjak. Samen met Melman naar op 4 naar 3 schuiven. Melman aan de buitenkant. Vooraan dus strijd tussen de twee dames. Het is Geerling die deze finale op de zak steekt. In de zak steekt. In de zak steekt. Op de zak.